Lassen is al eruit gekruist. Yes. Nice. Was Larsen fascinator? Regent het? Ja, ongeveer net zoals mij. Regen? Nee, het regent. Voor de race is het droog. Oké, dat is kut. Kwalificatie, dat... nou, maakt voor mij niks uit. Nee, voor jou niet. Je kan gewoon lekker achteraan zijn. Germany heb ik twee. Oké, welke Germany zou het zijn? Germany met een vraagteken of Germany zonder vraagteken? Ja, dat heb ik gelukkig inderdaad gezegd voordat ik ging. 1-7. Ik had blijkbaar de verkeerde setup opgeslagen en toen ben ik nog teruggegaan naar welke... 3-6. Ik blijf gewoon deze 3-6 doen, want die vertrouw ik. Even kijken. Retire. Oké, dit keer niet vergeten mijn rijtijd omhoog te doen. Dus heb je weer kutgrip. Dan heb ik gewoon helemaal geen grip. Volgens mij bleef de hele kwalificatie in hand niet, toch? Zo te zien wel, ja. Nee, aan het einde nog volgens mij. Dus ik ga twee runs doen op Inters en dan ga ik gewoon naar het draaien en dan zie ik wat er gebeurt. Want het staat over 10 minuten dat het droog is, dus... We zullen zien. En iemand retired already. Ja, Aaron. Hij heeft ook een qualifying ban. Oh, dat wist ik niet. Ja, of hij heeft gewoon geen zin. Ja, precies. Wie is dit? Oh, van Beats. Oké, okay, is langzaam. Oké, ik ben niet op volle snack, maar dit setup voelt in ieder geval goed aan in de wet. Eigenlijk heeft eruit gecrashed. Ja. Die lag. Ja, ik kan het ook zien in een de muur en dan weer optrekken, nice. What the fuck? Dan. Op een van de reden voelt deze setup best wel goed in de regen. Nee, dat wordt sector 1 en sector 2. Ja, ik zie het in Alfa Romeo. Ja, die natuurlijk ook wel een dry setup, neem ik aan. Ja. Maar hij voelt best wel goed aan. Ja, ik vind dit spel zo verschil niet zo extreem groot. Eigenlijk wel, maar... Ik heb niet geen veld, denk ik. Holy shit. Hij ging precies goed. Dan is dit. Oké, okay, Purple Sector 1. Nice. Ja, zeg je dat ook wel? Hier wel. Dat betekent dat je goed bezig bent. Want het is zo langzaam. Ja, maar het is zo langzaam. Ja, ik weet het. Je kan nauwelijks sturen. Ja, zelfs met full lock kom je niet ver. Geel vlak voor je. Ja, ik zie het. Purple sector 2, maar ik weet niet zeker of het klopt. Ik ook niet. Ik denk dat je er door kan. Niet invalideren nu? Nee, dat deed ik bijna op mijn outlet. Ik zit er net wel achter. Fuck. En je zit heel net voor motocross of aan Timo. Ja, maar ik heb mijn derde sector verpest. En mijn tweede sector een beetje. Ja, je ging ook iets wijd in die... naar de herpen, naar links en dan naar rechts meteen. Ja, en precies. En links naar beneden. Dus ja, dit. Maar ik heb wel 2 tienden op Q10 in de eerste sector.
Want die gaat aan 18-0 volgens mij. En hij had daar een 18-2. Maar ja, gewoon een paar bochten wat eerder remmen en dan komt het goed. En misschien wordt het nog droog aan het einde. Ja, het zou kunnen. Dat stond wel de derde blokje stond droog. Ja, dus ik ga gewoon de laatste 5 minuten naar buiten met mijn mediums. Ja, dan gewoon hopen. Ja, precies. Volgens mij had tier 3. Nice. Tier 3 had hem op de volgende kwalificatie. Ja, ik keek een klein stukje in de kwalificatie. En dacht, voilà, oké, okay, nice. Die hadden echt heel veel incidenten in de race trouwens. Ja, maar dit circuit is gewoon zo kut. Ja, ik weet het. Maar die hadden ook zeg maar een heel veld dat dicht bij elkaar zat. En dan is het, ja, zeker met die snelle bochten in het begin. Maar weet je wat, laat maar raar, er zijn heel veel incidents gebeurd in bocht 1 en dat mensen daar willen inhalen. Ja, eigenlijk een beetje overal, maar vooral in bocht 1 en de hairpin. Ja, bocht 1, maar ik snap niet waarom mensen daar gaan inhalen. Je hebt echt daarna nog een DRS-stuk. Maar wat je hier ook heel veel hebt, is mensen die bij de hairpin worden ingehaald, die dan de switchback willen doen. En dan, naar die volgende bocht is dat tricky en dan daar gebeurt ook heel veel. Oké. Iedereen heeft een 18-2 of hoger in sector 1 en dan kom ik aan met mijn 18-0. Je zal weer zo'n zieke setup hebben met 1-4 wings ofzo. Nee, ik heb gewoon 3-6 wings. Oh, dat valt mee. Ah, ik heb 3-7, dat scheelt niet veel. Nee, mijn Germany question mark is een 1-7 setup, dus ik weet niet wat het precies is. Ik verlies echt 4/10 in de tweede sector. Ja, Vinny heeft nu de tweede tijd, 23-0. Ja, ik kom net gewoon 4-10 dat mij wint in de tweede sector. Kijk hier nog meer, Motocross, Timo, Hugo, Smetemba. Ja, maar daar is ik niet bang voor. Nee. Al... Oh, hij is echt droog. Kut, ik zit op de softs nu, fuck. Dat was het ook niet, fuck. Maakt niet uit, ik doe gewoon op, ik zie wat er gebeurt. Ik ga gewoon blienen om. Ja, hij is echt soft. Is echt droog in 5 minuten of zo? Hij het regent niet meer of netje, een klein beetje. Ja, maar hij zei. Hij is. Ja. Ah, kut, ik moest op de hards gaan. Maar maakt niet uit. Ik doe gewoon een slechte tijd. Heb je van qualifying. En dan jij die rest enabled. Koetender is naar medium gegaan. Ja, ik zie het. Keyboard naar softs. Van Beats naar hard. Net Luke naar hard. Net Luke moet je ook in de gaten houden. Die had een super snelle time trial tijd hier. 1-10-2 of zo. Heb je mij op Steam? Denk ik niet. Oh. Nou, dan weet ik die van mij waarschijnlijk ook niet. Maar dan kan ik eindelijk sturen. Geel in sector 3. Ja, Coutinho nou op de hard. Ja, ik zie hem, heeft hij nog geswitcht. Ja, de meeste mensen gaan op hard, behalve jij, Mackender en Keyboard de Sampasov. Ja, maar dit wordt echt een non-IRS lap. Alleen maar fuel. Ja, ik ben je nu aan het volgen. Hoe is die grip? Slecht. Ja, kijk. Ik denk wel dat je voorlopig pole gaat hebben. Ja, ik ben 15 op. Maar dan denk je waarschijnlijk ook van, oh, hij zit op de soft. Keyboard rijdt een 1.20.5. Maar het is echt een hele slechte tijd voor de soft. Ja, maar ja, dat is natuurlijk niet echt super groot. Er was net geel vlak voor je, ik weet niet of die al weg is. Ja, is weg. Je kan ook een mini-app open doen, hè? Ja, die heb ik ook. En dan kan je zien of er nog iets staat. Oh, kut, ah, ik ga dat eens. Ja, ach, ja maar niet uit, het was toch geen soft volgens mij.
Maar ja, ik ben nu al sneller dan Keeper Magnussen. Ik denk ook niet dat dit, als het zeg maar half regen, half droog is, dus voor Keeper dat ik een kus weer heb. Mag ja, hij is in elke league de mobile chicane. Oké, mijn laptime was een 1.17.5. Ja, ik zie het. Oh, iemand is daar gecrashed op de berg, is zijn fucked. Oh ja, de baan wordt echt steeds beter. Ik zit nu al echt een seconde up. En dat zijn eigenlijk in de paasval en net lukt is het op mediums, maar die zit nog in de pit. Oké, hij gaat goed. Volgens mij moet ik iets later daar remmen, ik heb een beter exit daar. Ja, ik kan die herpen altijd heel even naar de 1, maar dan bijna direct naar de 2. Dat is een kort mogelijk. Waarom kan ik daar niet flat out gaan? Eerder in sturen. Oh, maar ik ken ze ook te soft. Oké, okay, daar heb ik dus geen last meer van. Daar stuur ik weer te vroeg in. Ja, ik weet niet waarom die te soft gaat. Tenzij die soft hard gaat proberen, maar dat is... Dat haal je net niet tegen. Nee. Ja, je hebt natuurlijk mensen die gaan gewoon gokken op een safety car, omdat we hier de laatste wedstrijden zo goed hebben gehad. Dan zou je het misschien nog kunnen halen. Ja, precies, maar als een safety car op lap 5 komt of zo. Ja, dan kan je nog niks. En dan sta je nog steeds achteraan, ja. Behalve van die paar mensen die een beetje gecrashed zijn. Wat denk je, gaat iedereen op medium starten of denk je dat er ook mensen op hard gaan starten? Ik denk dat mensen, als ze niet in de top 10 kwalificeren, gaan ze op de hards. En anders op de mediums. Ja, ik ga sowieso op de hards, maar... Dus ik heb de snelste intertime, yes. Zegt helemaal niets, maar niet zo. Even kijken. Oh, waarschijnlijk die level Mark Kennis ook heel best wel slecht, want Lars neemt sneller op de hard. Ja, ik denk dat de baan steeds sneller wordt. Ja, precies. Ik ga ook echt op het laatste moment naar buiten. Ja, zo laat mogelijk naar buiten gaan. Ik denk dat ik op 3 minuten naar buiten ga, een beetje safe te spijn. Ja, en dan kan je altijd nog even de laatste kort rustig gaan doen. Ja, dan kan ik een hele stukje rustig aan doen. Ja, er zijn toch nog wel mensen die... Oh ja, Larsen was wel van snel, oké. Okay. Net Luke al niet zo snel. Nee, die schrijft het op dezelfde naam. Keeper Magnussen 11e. Wacht even, ga je heel snel naar de wc. Oké, okay, ik ben terug. We zitten nu in de 1.13 apart. Oh, maar dat zijn nog twee slechte tijden. Ik ga even mijn wiel kalibreren voordat ik het vergeet. Mijn pedalen kalibreren voordat ik het vergeet. Oh, ja. Het zou niet doen, is die brake sensitivity echt helemaal kut. Oh, curse is best wel snel. Ja. En dan ook nog op zijn derde ronde pas. Die zijn gewoon met meer fuel aan boord gegaan en die hebben meerdere rondes gereden. Motorcross is niet hetzelfde. Ik denk dat ze nu de pit in gaan en op mediums gaan als ze volgens mij... Ja, Curse is nu in pit in. Motorcross waarschijnlijk ook. Ja, ik denk het wel. Oké, zijn ook al mensen uit op de medium. Maar volgens mij is de baan helemaal droog nu. Ja,
zo te zien, voor wat ik kan zien wel. Ik zie geen natte plekken meer. En dan ga ik gewoon naar buiten. En ik heb 4 rondes van Fuel, dus ik zou nog in principe nog een tweede ronde aan kunnen doen. Als ik gewoon de eerste ronde invalideer. Net lukt er een 1-11-9 op mediums neer. 1-11-9, oké, dan moet een 1-10 kunnen. Oh. Oké, hopelijk zijn die barriers gefixt voor de race. Ja. Want dat was echt... Ik weet hoe die safety car bug of die barrier bug is en het is zo irritant. Oh, we hadden die in een andere league in Singapore, dat is een barrier middel te weg. Had ik ook precies die. Gelukkig was ik nog een ronde voor de mensen achter mij, anders had ik gewoon geen tweede gehad. Ja, ik laat niet meer Max zijn. Ik ging daar gewoon dood door. Waarom ben je zo dichtbij? Ga weg. Ja, ik snap er niet helemaal. Ja, ik probeer gewoon zo dichtbij mogelijk te laten, zodat hij een grote grap moet laten staan. Nu neemt hij afstand. Ja. Oké, niet in verder deed een bordé. We zullen zien. En het verder deed. Ja, nu save van zo snel mogelijk door. Ja. Van niet ideaal voor de banden kan natuurlijk. Maakt niet uit. Ik ben al 2 seconden omhoog. Maar oké, volg de ronde wordt wat safer. Gewoon eerder insturen. Kijk wat ik kan doen met Lean en Non. Volgens mij heeft Kieber hem ook in verder deed, want hij gaat niet heel erg hard. Je hebt nog 30 seconden. Ja, dat moet lukken toch? Ja, dat kan je net halen. Maar dat kan je ruim halen. 20 seconden. Oh ja, dat haal ik wel. Keyboard gaat het niet meer halen. Nee. Denk ik. Misschien niet. Ja, die was perfect. Ja, safe, safe, safe. Iets te laat geremd. 15-9. Oké, ik zit echt net iets achter P1. Dat is... Volgende rechterstuk stond iemand aan de kant. Maar ik denk dat hij langs de baan de gitaar heeft. Ja, oké. Ja, daar volgende dit stuk. Te laat geremd. Nee, dat maakt niet uit. Holy shit, hoe heb ik niet geen vuil deed? Dat was echt een wonder. Fuck, hoe zat die? Dat was echt een kut wonder. Ja, net de laatste sector vooral. Ja. De eerste sector was oké. Okay. Nee, maar zie, ik ben weer achter Kloetende. Ja, tiende. Timo van 5, ja. Lars is hij op de mediums? Ja. Ja, bijna iedereen. Maar is hij op P1 op mediums? Bijna iedereen op mediums. Alleen de nummer 16, 17, 18 op hards. En dan ik en Aaron geen tijd. Oh ja, iedereen op mediums. Ja, was wel te verwachten, denk ik. Ja. Maar je hebt kans dat mensen buiten de top 10 natuurlijk gaan wisselen.
15-8, wat had ik? 15-9. Ik zou de eerste sector was oké. Okay. 34-2. 2-10 in de tweede sector. En 22-6. Oh, ik heb echt 16 floor in de laatste sector. Shit happens. Ja, ik weet waar ik kom. Ik ging te wijd in de ene laatste bocht. Even kijken. Starten. Hard. Volgrondes. Zou je kunnen doen op mediums? Oké, mijn stream is aan, even voor de zekerheid. Heb je wel een beginnen setup gekozen? Ja. Oké, goed. Ja. Oh, mijn P8, wat een kut tijd. Oh, ik heb zoveel auto's voor me. Ach ja, jij kan gewoon de eerste bocht gewoon afwachten en dan gewoon de tweede bocht gewoon overtaken. Je bedoelt eerste ronde slalommen? Ja. Oh, we hebben eerst toch... Als het goed is. Ja. Als die aan is gezet, even opletten. Satoshi is achter mij. Oké. Okay. Meestal zijn we wel goed in qualifier, maar niet in de race. Er gaat al iemand, what the fuck? Ah, hij is gebeurd. Ja, dat is die Satoshi. Hoe kan dat dan? Oh, ik hier Magnussen achter mij. Okay, dus zijn lap was niet in het veld. Start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat. Nou, hij is achter mij. Oh, mijn banden zijn koud. Ik heb mij ook 80 graden. 57, mijn voorbanden. Weet je wat leuk is? Als jij iemand dive en iemand probeert je een lap laten terug te diven, maar je mist een breaking. Heb ik ook een keer gehad. Maar hier kan je echt van heel ver in turn 2 diven. Nee, turn 3 is dat. Turn 3 is dat, ja. Ja. Ja, dat die bot zo kapot langzaam is. Ja, ik heb iemand een keer van 20 meter gedivebomd. En die persoon probeerde een lap late bij mij ook, van 20 meter erachter. Maar die ging mij gewoon zwaar voorbij. En dat was wel grappig. Sterven. Ja, precies. Maar Ken is wel op de mediums. Ja, klopt. Zo'n softball was mijn banker. Ja. Ik heb nu exceeding track limits. Nog niemand dood. Oh,
worden, was het nice overtake. Gewoon aan de buitenkant. Nog steeds laatste? Nee, 17. Wie start jij dan? Dan Beats en twee mensen die een ongeluk hebben gehad. Nou, Wimpy heeft ook mijn wing damage, want die is gefit. Oké, dat is mijn tweede warning. Ja, ik heb mijn eerste. Ja, de eerste haalde ik al een bocht 1 om iemand niet te raken, maar ach ja. Maar hij slijt gewoon naar de buitenkant toe. Maar ik heb de hele tijd lag spikes meer dan dat. Ik wil dan heel langzaam. Maar ik ben weer bij de Mobile CK en Keyboard Magnussen. Die boot of niet? Officials have enabled DRS. DRS is now available. Yes, I get the DRS. Sit down with the DRS, then it's good. De derde sector is echt heel kut als je achter iemand zit. Ja, dat snap ik. Maar waarom gaat hij nog naar mijn binnenkant? Waarom? Ik zie een vleugel. Dat was bijna een spin. We're trailing our teammate by 6.4 seconds. Waarom heeft Kiewit Magnussen naar DRS?
gaat iemand crashen hier. Heb ik daar geen wing damage van gekregen? Eindelijk! En dan naar de volgende battle gaan. Waarom kan ik die herpen niet goed doen? Ik zit bijna binnen die seconde. Volgens mij zit ik niet binnen die seconde, yes, en dan ben ik open voor P3. Anyway.
front is 2.3 seconds. Maar nu ben ik niet meer binnen een seconde. Achter mij, VDRS, hier wordt echt een slingshot op de volgende rond. Bijna ben ik veilig. Within 1 second. Okay, you're dropping a few tenths per lap to the car ahead. They're edging away. Yes. We pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Waarom moet je me direct dive ook terwijl je geen kans hebt? Best alleen maar tijd aan die mensen naar voren. Oké, ik heb 6 seconden. Static scene, track limits. Toch geen kant, hij is niet snel genoeg. Die zon staat eigenlijk.
Oké, okay, full fight. Ja, weet jij wie die Kono PC? Ja, dat is pas gezegd dat jij zo'n vriend van die andere kiet. Hij is ook best snel. Ja. Oh, net liep ze op verse haven net achter me, dus die gaan ook daar een keer zin aan. Nou, probeer hem zo lang mogelijk op te houden. Ja, ik denk dat die ene rechte stuk nodig heeft eigenlijk. Ik verpest echt mijn lijnen. Maar ik pit deze lijn. Zit jij nu op de hard of de mediums? Nou, ah, goed zo. Max op de mediums. Ja, die gaat waarschijnlijk met 2 stoppen. Ja, dat moet wel. Een Typhoon volgende bocht? Nee, grapje, doe maar niet. Ja, joh. Maar Kutender is nu 8 jaar? Nee, Hugo is. Dan is Kutender nog verder achter. Ja, Kutender zit er nog verder achter. Oh, waarom probeert de mobile chicane in te halen? Eigenlijk is het wel goed voor mij, want ik loop nu achter. Hoezo is dat de warning? Fuck off. Fuck off, wat zijn die kut warnings? Oh, wat zeg jongen, wat doet hij nou? Hij gaat eigenlijk een boot inhalen, of die wat verwacht, bekend maar. Zag je net? Sommige mensen zijn niet zo slim. Precies, sommige mensen zijn niet zo slim, dat ze even 2 bochten wachten. Ja, maar hem ook hoor, is wat.
moet gewoon lift in die rechter en mijn andere hoeft dat niet. Ik heb gewoon te weinig overstuur. In this lap, push now, gap to teammate behind is 5.8 seconds. Oh, ik ben echt langzaam, dit succes. Ik ben echt langzaam. Ja, maar kijk, ik ben eerste sector ben ik snel en daarna niet meer. Tweede sector ook nog wel een beetje, maar... Laatste sector, ik verlies zoveel tijd. Oh yes, ik heb hem. Ik was snel deze om. Oh, fuck off met je warnings, ik haat dit circuit echt. Echt, ik heb een warning gekregen en ik ben letterlijk 0.03 sneller. En het echt rijdt. De tender is gespint in bocht 1. Volgens mij heeft hij het nu inderdaad. Nice. Ik hoop echt dat op het laatste moment nog ik de P3 kan pakken. Echt gewoon. Ah, weer warning. Fuck off! 15 seconden zijn het al fucking kut circuit. Maar hoe kan ik nou... Oh yes, iemand is uitgespeeld. Zie je dat nou? Ja. Oké, dat is... Ja, precies. Zo lag een beetje. Hoe kan hij nog steeds achter mij zitten? Oh, hij heeft reset naar track gedaan. Maar dat is toch niet, dat mag toch niet? Reset track button gebruikt. Reset your track. Dan is het gewoon een beetje cheaten. Dan heb je eigenlijk gewoon, oh ik spin net, oké, reset de track, ik kan weer teruggaan. Want nu heeft hij letterlijk, is hij gespin en hij heeft geen tijd verloren. Yo, Joel, take the kutsikkie. Helemaal niets leuks aan. Oh. Ja, hij doet nog een beetje aan. Zijn welke positie ben je nu? 13. Ben dat ik daar nog bij.
kite point damage, omdat hij gewoon dom is. Waarschijnlijk gewoon P20 halen, helemaal op time penalty. Waarom heb ik geen DRS? Wat is dit? Ja, precies. Omdat er zoveel rechte stuk in het. Dan gaan we daar gewoon weer terugpakken. Maar ik neem één stop op echt verkeerd, waardoor ik echt 2/10 verlies. Maar ik weet niet hoe ik hem anders kan nemen. Ik hoop eigenlijk nu dat mijn DRS valt, zodat ik altijd gewoon DRS heb. Welke zin gaat ik me ook nog dijven? Oh, wat een kut, diefste kutkind. Oh, heel. Millions. Hoe de fuck haalt hij dit ook nog? Heb ik gewoon 1,6 seconden verloren voor dat kutkind. Maar ik kan ook gewoon niet naar rechts sturen, dat is ook wat jammer. Tyfus. Oh, dat was En wel, de keyword op Max ook nog voor die overtrek gaat in de weg. Zo dom is hij wel. Dat hij gewoon nu op oude mediums voor die overtake gaat. Total disqualified, what the fuck. Nice. Als hij mij niet dive, denk ik gewoon in. Hij doet het niet, hij is slim voor mij. Hij is een keer slim in zijn leven. Holy shit. Hoe ben ik nu zesde? Heeft iemand nog niet gepit of zo? Heeft iemand lap 2 gepit? Want ik hoor 5 te staan volgens mij. Oh nee, laat maar, ik ben. Nee, het klopt wel. Oh, ik hoop gewoon dat ik die persoon kan reporten. Wat hè? Cursed. Ik ga voor de tweede keer vallen, dus die zouden dan hetzelfde. Ja. Oh, ik ga dit circuit. Ik hoop dat mensen heel veel penalties voor me hebben. Volgens mij enige kans op punten bij de kant. Nou, ik heb volgens mij iets van 15 seconden. Maar sneller is het helemaal niks. Ik kom er niet vanuit. Ja, bij mij ook niet. Maar gewoon de laatste sector verlies ik echt.
kamer van voren als hij naar voren wil. Nu ben ik gewoon track limits aan het abuse bij bepaalde bof. Ik hoop dat het werkt. Ik kies van eindig op P8 of dood al mijn penalties. Oh, keeper is nog een keer de pedder. Fuck. Hij gaat niet zo. Ja. En mijn grond op mediums, dus hij moest wel naar een andere kant. Ja, maar hij gaat hier ons heel snel voorbij, want hij is zo snel veel sneller dan mij. Als ik nu ga pitten, is het gewoon. Dan kom ik echt zo snel buiten de punten door mijn penalties. Ik ben zo slecht in die bocht. Die bocht aan het begin van de derde sector. Oh ja. Echt, iedereen gaat er veel sneller heen dan ik. Die snelle bocht in de laatste sector, vlak voor de laatste bocht in het gedeelte. In de 6. Dat is eigenlijk kwijt. Ja, ik niet, dus ik ga gewoon de hele tijd er zacht doorheen, zodat ik niet wijd ga. Iedereen. Ik heb echt een maat krijgen als je het circuit niet leuk vindt en dan ga je ook een packs voor dit, dat soort dingen. Oh, keyboard is getired. Nice. Verdient hij wel. Oh nee, safety car. Dat is goed voor jou, denk ik. Ja, als je anderen maar penalties hebben. Ja, je krijgt mij sowieso. 700 op medium. Hoeveel ruimte heb je achter jou? Ik zou pitten als ik jou was voor de soft. Ja. Ja, dan gaat het veel nog misschien. Maar ik ga sowieso pitten. Ik weet niet hoe ver je achter mij bent. Ja, ik weet ook niet ver achter jou, denk ik, maar dat dingetje van plek 10 is niet ver. Nou, als ik jou was, zou ik nu naar binnen. Slow your pace immediately. Oh, Timo gaat ook naar binnen. Ja, nog best wel veel naar binnen. Ik ga ook naar binnen. Oh, ik heb wing damage. Daarom ben ik zo fucking langzaam. Waarom heb je die wing damage gekregen? Goed dan, dat gaat door. Ja, hij zit net voor mij. Oh, dat is jammer. Ik had bijna Coutin neergehaald omdat ik nog bij de witte lijnen was en hij ging langzamer. Ja, achter me gaan ze ook naar binnen, dus ik blijf sowieso. P12. Ik ben zo dat je kaartjes moet krijgen. Ja. Oh, Coutin heeft ook wel slim gedaan, want die hebben ook geen time penalties. Dus ik heb wel penalties, maar niet veel. Ik ben wel dat Coutin nog op het podium komt. Konopolis heeft 1, 2, 2 warnings en een 5-2 penalty. Die andere heeft 1, 2 warnings, zoveel maar binnen 10 seconden zijn. Ik denk dat Kieber is gecrashed en daardoor... Magenta heeft 1, 2 penalties, It's a Spinny heeft 1 penalty, Timo heeft helemaal niets. Ik heb 3 volgens mij, ja. Of had ik 6? Kijk bij jou, je hebt 1 penalty, je hebt maar 1 penalty. Persoon voor jou, die Lars heeft geen penalty. Hugo heeft ook geen penalty, maar die. Oh nee, dat is wat knap.
En dan kom ik aan al met mijn fucking 1, 2, 3, 4 penalties. Oh, dus 12 seconden. F. Nou, ik ga gewoon iedereen diven om turn 1. Klaar. Oh nee, turn 2 is het. Maar ik heb gewoon wing damage door iemand gekregen, wat dan? Ik heb al één keer anders riep je wat en toen lag, toen zei ik even later een beetje een stukje vleugel. Dus nee, dat was ik niet. Maar... Nee, dat was iemand die tegen mij aanreed. Oké. Nou, je weet niet, het is full damage, dus dat kan soms een beetje raar zijn. Dat hoeft maar heel raar tikken te zijn, ik ben wel eens kwijt. Ik heb... Nee, ik had ook gekeken toen ik tegen Keyword Masters opreed, had ik geen damage. Maar nu wel, ik kijk gewoon mijn voetjes wat terug waar ik termen zou kunnen krijgen. Maar geen wonder dat ik echt 18 per ronde verloor. Ben je maar klaar? Ik was al langzaam. Ja, precies. Oh ja. Het is licht, maar niet nog steeds. Niet kut, want een safety car krijg je meteen 5 seconden. Man, ik sta toch al buiten de punten. Want ik ben echt de enige met meer dan 6 seconden. Kan ik wel een hectisch einde worden. Safety car in this lap, nice. Oh nee, we wachten nog op één ding. Oh, waarom? Waarom? Hij is zo ver achter. Ik dacht, we gaan beginnen, maar nee. Nee, ik zag die ene voor Cynthia niet. Ja, dat zal Van Diet zijn. Die lag super, super, super ver achter. Ferrari, dat zal Wimpy zijn. Zou ik weer kijken of ik mensen kan inhalen onder de safety car? Ja, doen we niet. Ah, nee, kan ik niet. In Canada kon ik dat wel. Ja, maar als FIA, als FIA dat ziet, dan krijg je waarschijnlijk een straf. Dat zou ik niet doen. Ja. Weet je wat je dan doet? Dan ga je gewoon stilstaan en dan zorgt die andere persoon een 5 seconds stop go krijgt. Ja, ik weet het. Het zijn allemaal tactieken. En dan alsnog voorblijven. De vorige keer werd de safety car ingeroepen terwijl ik net voor een bocht zat. Dat was ik een beetje kut, daarom maakte ik toen verder. Ah, dat is jammer. De banden zijn een beetje koud. Heen en weer gaan. Ah, nu zal het toch wel safety car in de slap zijn. 5 seconds stuff go, well, nice. Wie? Ik. Omdat ik de corner kutte, wat is dit? Nou, heb ik zo wel ziel besteed uit. Ja, nou is je race sowieso voorbij. Nee, maar ik kan een kapielen. Maar het heeft toch in de. God voor de tiefe stering, oh, kut, vleugel, sorry. Vleugel, vleugel. Dat was ik. Okay. Ik heb nog 5 seconds stopco gekregen. Yep. Nu ga ik echt mensen diven. Oh yeah. Oh, wat een slechte bocht. Ik was niet wakker. Right, we need to get past here. Oh, ik kan mauwelijk sturen. Oké, okay, ik dive jou hier, I don't care. The car behind is dropping back by about 3/10 of a lap. Was er no langs de baan? Oh, dat komt een soort van door mij. Man, jij gaat me niet inhalen. Dat zeg ik je nu al. Maar waarom gaat iemand daar proberen aan de buitenkant mee in te halen? Ja,
bij mij ook. Dat is gewoon zelf maar proberen te plegen. Oh, kut waar deze persoon lijkt. Daar kon ik een beetje weinig aan doen. Ik laat je wel langs als ik hem niet heb. Dan ben je aan de buitenkant. Ja. Met mijn hele frontwing is weg. Ja, ik ga gewoon niet insturen hoor, fuck jou. Green flag. Okay, the stewards have now enabled DRS. Ik heb waarschijnlijk zoveel reports, maar ik ga niet zo dom zijn. Als die mensen gewoon niet dom doen, dan crasht het ook niet uit. Maar je weet hoe ongeduldig mensen zijn. Ja, precies. Hij hoeft letterlijk één bocht te wachten en had me ingehaald. En één bocht. En denk van, oh, ik ga op de inside om een bocht waarvan je de inside moet nemen. Echt. Oh, fucking hell. Die kan je gewoon wel hopen op een safety car. This is your final lap. Final lap of the race. Komt iemand aan de verdaan aan de hoofd. Normaal gesproken. Oh, die Vinny jongen, doe normaal. Ja, ik kijk. Hé, hey, ik heb een... Oh nee, ik ben niet getagd. Doei. Ja, ik sta nog P7. Ah, heb ik het wel goed geholpen. Zeker. Maar die Finny lijkt echt heel erg. Ja, ik vertrouw me voor gemeten, want ik heb al iets van 4 races bijna gedaan. Volgens mij heeft hij wingdam niet uitgegeven. Nee, hij staat gewoon op hele oude raas. Oké, net Luke heeft gewonnen, maar Ken er twee. Oh nee, Timo tweede, maar Ken de derde. Oh. Misschien. Nee, je gaat maar Ken. Zesde. Ja, je hebt. Nice. Ja, ik. Zei ik zesde of zei ik zesde? Nee, ik zei zesde. Oh. Oh, de hele race buiten de punten uiteindelijk staat ze. Ja. Ah, thanks anyway. Ik spring naar de gentleman's chat, dus dan weet je dat. Oké, ik blijf hier. Of ga jullie video kijken. Joe. Doei. Wel.